Hai tu alegi. Am pus că scuze de la. Nu știu să se lase o match ane gol în care. Am avut niște alte cabaste pe dulce, ale pe ale ciudate, dar asta e înapoi. Pe voi gol, voi și gol nive. Ia și va pasa. Voi am avut. Nu, mi mai așa bani că poate fine bine. Da, nici să la fie fie pe pretoi. Bucurii să fie arante. Guarda, guarda, ma tu gli altri va cambiare, non c'è niente di scena, non è quel cristiano lì, chiamo le che così, hanno venuto in cagna, spazio, abbia, apri, mi stiamo staccando, بیروهاش یه نفر شد. بله. 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 Para ser lá, que a gente ishi que é, para ser, para ser que é, que é, está cá em coi, tudo é, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Também que vai ter minha nada, vai a metilha, que é, 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 چون اصلا نمیشتم پیگیر کنم. یعنی اتفاقا نتیجه که آمین راستا رایت آمریکایی نمیاد بناو. آمین که ماست باز میگیم دستیار اچیل دوونه باشه بناو. این وجود داشت که من پیگیر کنم. بس اگر من هم با عقلیت خون و این خون تو نخیر شکن مکن خلاص سلیش دیگه سلیش. علتی که موسیقی داره دستیار توش کسی چیکی؟ شتی که دو جوان کوتیش دوای اما نمیرم کاملا. باز من اشی چه کار؟ چکار می‌کنی؟ اوه که اوسی نظری بیام که یک به یک اولی روزانه کن فیزیک، باز دوبار اوکشته یه ساعتی گوره کردم در عدد دقیقه آماکن 20 دقیقه اولی متعودیم کوتاهی. باشه یک دانه کاکن تو آنها کفتو گم نیه توشی نه آرامی داره. یک سری چه دانشی؟
جاري بوكو هو جنب الحياه تشكس تشكس بيروش يا بشار تشكس ايش شيلو لا بريانو لا خما هيا يعني فرق كان من او نايز يعني بس انتوا ابي همي بوكين بلا انا اوي او 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 يا اوسم جوب ميا ما بي جوب ميا بقى جوب يعني تو absoluut
niet kan spreken bijvoorbeeld, en zich niet kan uiten, dan ben je als ouders wel vrij radeloos van hoe kunnen we nou in ieder geval zover krijgen dat hij kan uitdrukken wat hij wil bijvoorbeeld. Want dat hoop je toch, hè? Je hoopt in eerste instantie dat je kind kan zeggen wat hij wil en wat hij niet wil. Dat is een diepe wens die je hebt als ouder. Marijn is zo'n kind. Hij is autistisch, slechtziend en kan nauwelijks spreken. Vaak zijn autistische kinderen snel afgeleid en kunnen ze zich moeilijk uiten. Dat frustreert hen. Ze kunnen zich niet ontwikkelen. Muziek blijkt een prima hulpmiddel te zijn om die spiraal te doorbreken, om contact te maken, zei het stapje voor stapje. Ik kan tegen mijn kind zeggen, want het is niet erg als je iets verkeerd doet, maar dat zijn mijn woorden. Ik kan ook een kind in muziek een ervaring geven, een succeservaring, dat iets heel goed ging, dat kind denkt, wauw, dat ging hartstikke goed. Nou, één keer zo'n ervaring, dan heb je niet het idee van, ik kan het. Maar als je die ervaring gaat herhalen, en van die herhaling, dan ga je die ervaring eigen maken. En dan zal dus ook bijvoorbeeld het kind denken van, oh, ik kan echt iets. En zal zijn zelfbeeld ook, en zijn verhaal bijvoorbeeld verminderen, zijn zelfbeeld omhoog gaan. Dus op die manier, de ervaring van samen iets doen, daar een positieve ervaring aan ontlenen en dat herhalen. De heks van Rens uit Weesp krijgt therapie van Mathieu. Ook voor Rens geldt dat hij zich door communicatie via muziek, mits op de juiste manier gehanteerd, veel gemakkelijker laat benaderen. En zo rijden er dagelijks 10 busjes met muziekinstrumenten door Nederland om kinderen te helpen die zo moeilijk te bereiken zijn. De stichting Papageno wil het aantal zelfs opvoeren tot 20. Dat Rens in Weesp en Marijn in Zwolle op deze wijze geholpen kunnen worden, is het gevolg van de geboorte van een ander autistisch kind, 17 jaar geleden in een ander deel van het land. Het is de zoon van deze man, Jaap van Zweden. Hij heeft samen met zijn vrouw Aaltje 4 kinderen, 1 daarvan is Benjamin. Hij merkte dat hij anders was dan andere kinderen. En dat hij heel veel moeilijkheden had om zeg maar op deze. De wereld waar we met z'n allen wonen, om daar een beetje normaal te landen. En we merkten ook dat hij zeg maar, eigenlijk dingen heel slecht zeg maar, begreep. En wat voor ons vanzelfsprekend was, ook richting de andere kinderen, zeg maar, dat had hij helemaal niet door. Jaap en zijn vrouw Aaltje begonnen samen met vrienden een speurtocht naar middelen om toch met Benjamin te communiceren. Een van die vrienden was Marijke Foudraine. Zij heeft, anders dan de Van Zweden's, geen muzikale achtergrond. En uitgerekend zij kwam met het idee om te kijken wat er mogelijk was met muziek. Heel wonderlijk, want je zit in het huis natuurlijk van de muzikant, de muzikale familie. En het is net als met de schoenmaker die zijn kinderen op schoenen laat lopen met gaten, dachten we nooit aan muziek. En toen zei ik, maar kunnen we niet iets met muziek gaan doen? Het was voor ons een openbaring, want in dat hele traject van zoeken van waar kunnen we nou hem goed mee helpen, hadden we nog nooit aan muziek gedacht. Marijke moest mij daarop attenderen en zeggen, is er niet iets met muziek mogelijk? En zo vond de muzikus een oplossing die dichterbij lag dan hij had durven dromen. Jaap en Aaltje willen hun zoon buiten de publiciteit houden, maar kunnen wel uren vertellen over de verdieping die Benjamin hem bracht. Hun missie is via de stichting andere ouders te helpen die nu door hetzelfde proces moeten als zij toen. Nou ja, kijk, wij vragen gewoon aandacht voor de stichting. En dan vind ik ook dat het belangrijk is dat de mensen begrijpen waarom wij dit zo belangrijk vinden. En waarom wij bijvoorbeeld ook belangrijk vinden dat we afgelopen zomer hebben we een zomerkamp gedaan. En dan krijgen we 40, 50 gezinnen met een autistisch kind, met broertjes, met ouders. Die hadden we allemaal bij elkaar en dan hebben we een week vakantie gevierd. En dat is
Nou ja, ik was daar vrijwilliger. Ik bedoel, dat hebben de dames georganiseerd. En ik was net gelukkig klaar met het concert. En ik had dus een week vrij vroeg genomen. En dan stap je een wereld binnen van ouders met enorme problemen. Ouders met enorme zware omstandigheden. En dan is het ontzettend fijn dat je daar als stichting kan geven op heel veel gebied. En dat is waarom ik ook, zeg maar, geen blad voor de mond neem om dingen te vertellen over hoe het hier is gegaan bij ons thuis. Daar thuis komt dus een therapeut die muziek maakt van een niveau dat niet vergelijkbaar is met de kwaliteiten van Zweden, maar wel wordt gespeeld door een professional die hun zoon Benjamin anders weet te raken. Kijk voor bepaalde onderwerpen waar hij heel erg geïnteresseerd in is en altijd maar weer over wil praten. En als we dan even aan de deur luisteren en hij is met muziektherapie bezig, dan komen daar ineens hele liederen uit die hij zingt en die komen recht uit zijn hart. Het gaat over emoties en hele andere onderwerpen dan waar hij in het dagelijks leven mee bezig is. Hey Rens, zullen we nog eens op de keyboard gaan spelen? Belangrijk is dat de kinderen de therapie krijgen op een plek die voor hen vertrouwd is. Voor de ouders is het soms een wonder te zien dat hun kind, waar je soms zo moeilijk mee communiceert, plotseling zelf muziek maakt. Waar komt de naam van de stichting vandaan? Het is een figuur uit de Mozart-symfonie, het Zauberflöte. En Papageno die vertegenwoordigt eigenlijk in die opera het onbezorgde leven, zeg maar. De man die toch alleen maar van het leven geniet. En dat is dus uiteindelijk denk ik ook waarom we dat hebben gekozen. Omdat we moeten in dit leven natuurlijk allemaal zo ongelooflijk veel leren. En we moeten overal doorheen, door zoveel stages. En Benjamin is iemand die, die heeft daar geen zin in. Die zal ook niet een intellectuele geschoolde gymnasiast worden. Maar het is iemand die puur van het leven geniet en elke dag danst. En daarom vonden wij ook, zeg maar, die naam wel aardig.